Toen ik 12 was, was mijn vader taxichauffeur. En ik vond het een bijzondere privilege dat hij ons op zaterdagen liet bestellen wat we wilden. Burger King of McDonald's. Het voelde echt als een royale treat eigenlijk. En met 12 vroeg ik me ook niet af waarom mijn vader taxichauffeur was. Voor mijn idee werkte hij gewoon, ook in de weekenden en overdag, om gewoon het beste voor mij te bieden. Toen ik 16 werd, vroeg ik me eigenlijk af waarom mijn vader, die hoogopgeleid leraar was, nu zo lang als taxichauffeur werkte in Duitsland. En waarom mijn moeder, die kunstenares is, de hele tijd zit kantoren schoon te maken. Langzamerhand begreep ik eigenlijk dat het heel vreemd is dat mensen die hoogopgeleid zijn, die ervaring hebben en die dan wel in Duitsland bijvoorbeeld komen, niet aan de slag kunnen gaan. Nu dat ik volwassen ben, zie ik dat nog steeds. Ik zie patronen zich blijven herhalen. Elke keer dat ik toega naar asielzoekerscentra, dat ik spreek met nieuwkomers die dezelfde oogkleur hebben als ik, dezelfde huidskleur hebben als ik en die ook nog steeds dezelfde problemen ervaren als ik. Over de afgelopen decennia zien we grote migraties zich blijven herhalen. Maar de afstanden worden nog steeds kleiner. Want tot 2050 zullen 1 op de 9 mensen op aarde geforceerd moeten hun thuis verlaten. En zullen steeds meer toekomen naar Europa om gewoon een veilig bestaan te hebben en een leven op te kunnen gaan bouwen. De huidige strategie van de overheid en van de Europese overheid is om muren te gaan bouwen. Historisch werkt dat natuurlijk niet al te goed. Dus waar we ons in moeten veranderen, en gezien dat we weten dat deze verandering gaat aankomen, is onze mindset aanpassen. En misschien voelt het juist als een heel grote urgentie, als iets wat buiten controle valt. Maar daar wil ik dus vandaag heel concrete oplossingen voor bieden. Om daar zelf controle op te kunnen gaan geven. Maar je zult denken, ja, er zijn miljoenen van mensen op de aarde op de vlucht. Hier in Nederland hebben we tienduizenden in deze provincies. Hier hebben we alleen maar duizenden van mensen die allemaal hulp en ondersteuning nodig hebben. Maar wat kan ik dan doen? En daardoor, dat gevoel, komt er eigenlijk ook een gevoel van zelfgenoegzaamheid bij uit. Heel vreemd. En die zelfgenoegzaamheid heeft een bepaald talent dat hij zich goed in ons lichaam ergens kan waarborgen en ergens een plek kan vinden, waardoor we steeds meer het gevoel kwijtraken dat we eigenlijk iets doen wat eraan toe doet. En dat we reageren op de urgentie die wij zien. Want we voelen het wel. We voelen wel dat die mensen urgentie ervaren. En als we met die mensen spreken, dan denken we ook, hoe komt het dat wij zoveel hebben en zij zo weinig? En waarom kunnen we niet meer doen om ze te empoweren? Nou, daarom dus juist vandaag heel concrete, heel praktische oplossingen die ik jullie wil bieden op dit onderwerp. En ook zou je denken, ik kan zelf niet zoveel doen. Ik kan echt een heleboel dingen betekenen. En die ook nog eens toegevoegde waarde zullen hebben als je juist ZZP'er bent hier in Friesland, Groningen of Drenthe. Als je een mooie dingenmaker bent, als je iemand bent die juist creatief is, die design aan het maken is, die campagnes maakt, die aan events werkt. Jij bent eigenlijk iemand, net zoals ik, die gewoon aan de slag wil gaan. Dus je gaat ook niet wachten totdat er één iemand iets gaat verzinnen. Dan ga je misschien een of andere tekening ergens zetten en dan denk je dat je voldoende gedaan hebt. Je gaat juist zelf mee aan de slag. En dat is dus wat we vandaag willen gaan doen. Wat we vandaag willen gaan leren is hoe je met zo tijdsefficiënte mogelijkheden impact kunt gaan maken. Nog heel kort over mij, want dan ben ik eigenlijk. Mijn naam is Houman Nassimi. Ik ben sociaal ondernemer. Ik heb mijn onderneming hier in Leeuwarden gestart. Ik kom zelf uit Iran. Ik ben in Duitsland opgegroeid. En over de afgelopen 5 jaar heb ik met het New Faces project weten een heleboel mensen te bewegen. Wat wij voornamelijk doen is culturele organisaties adviseren en ondersteunen om zelfstandig met newcomers als personeel en publiek aan de slag te gaan. Door deze aanpak hebben we inmiddels meer dan 1400 newcomers weten te empoweren. En dat is eigenlijk een heel mooie en heel simpele manier. Maar des te vaker ik in gesprek ben met organisaties, denken ze van tevoren van, wow, dit is wel een beetje ingewikkeld en hoe moeten we het aanpakken? En kost het niet toch te veel tijd en geld of zo? En elke keer is de reactie achteraf, oh, dat was eigenlijk heel makkelijk. Dus dan zou je denken, ja, waarom maken we het ons zo ingewikkeld? En het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Daarom wil ik vanuit mijn ervaring, vanuit mijn expertise en vanuit al die verhalen en organisaties waarmee ik samengewerkt heb, kleine, medium tot grote, echt een beetje de essentiële tips meegeven en de essentiële werkwijze meegeven om newcomers in je eigen organisatie te betrekken. Eventueel als personeel, eventueel dat jij vrijwilligerswerk gaat doen of andere opties.
Voor we daar op allemaal kunnen induiken, moeten we het ook een beetje hebben over die taal. Want ik heb al een beetje gezegd nieuwkomer, maar je hebt zelf vast gehoord van begrippen zoals asielzoeker, statushouder, vluchteling, whatever. Allemaal vreemde, rare begrippen die niet zoveel zeggen misschien. Ik wil het kort uitleggen. Met asielzoeker worden vaak mensen bedoeld die nog in asielprocedure zijn. Dus stel je komt ergens vanuit buiten Nederland naar Nederland toe. Je zegt, hey, ik heb asiel nodig. Dan kom je een procedure in. En die procedure kan dankzij het trage systeem in Nederland 5 tot 15 jaar zelfs duren. Waarop je niet weet of je de volgende dag gedeporteerd wordt of hier mag blijven. En dat is wat we bedoelen met mensen die in asielprocedure zijn. Statushouders bedoelen we mensen die al de asielprocedure hebben doorlopen en die voorlopig in Nederland mogen blijven. Zij moeten een inburgeringscursus volgen en die inburgeringscursus, als ze daarin slagen, dan mogen ze zich in Nederland naturaliseren. Met vluchteling, ja, dat is eigenlijk zo'n term die zo negatief geladen werd de afgelopen jaren. Dat zie je vaak in de media en dat is eigenlijk een term die een hele nare connotatie heeft gekregen. Daarom kies ik zelf altijd voor nieuwkomer, omdat het eigenlijk een term is die nog niet zoveel negatieve lading heeft. Nog een beetje vrijblijvend houdt en een beetje open luchtig houdt. Als allerbeste term die je kunt gebruiken is eigenlijk eerste generatie Nederlander. Dat is een term die ook in Canada gebruikt wordt, door de OECD gebruikt wordt. En daardoor zoeken we eigenlijk raakvlakken. We zeggen Nederlander, jij bent één van ons. En dat helpt het heel erg ook om mensen welkom te heten. En dit debat ook emotioneel een beetje te ontladen als het daarom gaat. Dus omdat taal onze werkelijkheid creëert, willen we het ook met de juiste termen eigenlijk gaan vervolgen. Dus we houden het vandaag een beetje bij nieuwkomer. Het veld waarop we op gaan spelen, het hele veld wat hieronder ligt, wat voor het onderzoek gezorgd heeft, zodat we juist praktische tips kunnen verzorgen, is eigenlijk het diversiteitsveld. En daarin gebruiken we drie begrippen in de hedendaagse wereld. En dat is diversiteit, equity, ik ga straks voor de vertaling ervoor in, en inclusie. Ik ga het heel kort toelichten wat het betekent. Jullie hebben het vast allemaal gehoord in allemaal verschillende contexten. Maar ik wil één precieze taalgebruik voor vandaag een beetje definiëren. Met diversiteit bedoelen we eigenlijk dat er heel veel mensen zijn die verschillende kwaliteiten en waarden hebben. En dat we weten deze te herkennen en deze ook te respecteren. Dus juist die verschillen die zorgen eigenlijk ook voor die innovatie, maar die moeten we ook weten te waarderen en te vergelijken. Equity, ja, daarvoor is er niet een heel passende Nederlandse vertaling. Je kunt zeggen gelijkwaardige behandeling of rechtvaardigheid. Maar equity betekent eigenlijk dat je dus ervoor zorgt dat mensen die dus die verschillende kwaliteiten hebben, dat die op dezelfde manier behandeld worden en de steun krijgen die ze nodig hebben om in een organisatie te kunnen presteren. Met inclusie willen we dan dus al die verschillende kwaliteiten die er dan in een organisatie zijn, vervlechten met de cultuur van onze organisatie. En daarin ook praktische voorbeelden geven. We willen het mogelijk maken om mensen in een kader binnen een organisatie echt door te kunnen gaan zetten. Want anders hebben we daar niet zoveel aan. Dan hebben we heel veel moeite gedaan. We kennen allemaal die organisatie die zo iemand inhuren die misschien dezelfde huidskleur heeft als ik. En dan zeggen ze, nou, dat hebben we al gedaan. Iedereen is welkom. We geven iedereen wel de kans om bij ons te solliciteren. Dan hebben ze alleen maar diverse representatie. Maar dan hebben ze niet ervoor gezorgd dat die mensen binnen de organisatie ook echt kunnen bijdragen. Erger nog, die mensen gaan waarschijnlijk onder gaan presteren. Dus dat kader bieden, dat hoort er ook heel erg bij. Maar dat is al heel erg diep wat gaat over het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben. En het laatste is, waar we ons bewust van willen zijn, is dat we ZZP'er zijn. Ik ben zelf ook ZZP'er. Ik werk heel vaak in de culturele sector. En als ZZP'er weet ik dat je dus een duizendpoot bent. Je moet 100 miljoen dingen tegelijkertijd eigenlijk doen. Je gaat 's ochtends in gesprek met klanten. Dan ga je 's middags aan een klus werken. 's Avonds moet je even nog je administratie bijwerken. Dus je hebt al zoveel dingen op je bord leggen. Waarom dan ook nog diversiteit en al die dingetjes? Dat is toch echt een beetje veel, toch? Maar omdat we allemaal ZZP'er zijn, zijn we dus ook wendbaar. En juist dit onderwerp, juist als het gaat om newcomers. Ik had het in het begin heel erg over onze emoties. Het gevoel van machteloosheid wat we ervaren. Dat is juist waarom wij als ZZP'er kunnen zeggen, dit vinden we belangrijk. Dus we kunnen er makkelijk op inspelen. Ik heb met een heleboel festivals gewerkt en andere culturele organisaties, waarbij sommigen binnen 2 weken een heel traject hebben doorlopen. Dus nieuwkomers hebben geworven, ze hebben betrokken, hebben doorontwikkeld. En andere organisaties zijn er nog na een half jaar nog steeds over aan het praten. Dus als ZZP'er hangt het ook maar van onszelf af.
hoe snel we iets willen bereiken en dat maar gewoon te gaan doen. En dat is dus wat we vandaag op gaan focussen. Echt gewoon dingen te gaan bereiken en succes gewoon te gaan boeken. Waarom zouden we dit moeten gaan doen? Want er zijn zakelijke redenen hiervoor. Het is heel fijn vanuit emotie en vanuit je eigen passie te gaan werken. Dat is de essentie waarom we 's ochtends überhaupt opstaan, toch? Maar waarom we dit gaan doen, waarom daar de zakelijke redenen voor zijn, is omdat diversiteit simpelweg een katalysator is voor innovatie. Er werden duizenden papers al over geschreven, maar ik zeg het toch nog een keer, bovenop alles nog een keer, dat we het heel erg belangrijk vinden om met mensen samen te gaan werken die uit een volledig andere context komen. Dus ik heb het niet over een opleiding of iemand die toch andere hobby's heeft als ik, maar toch in hetzelfde dorp is opgegroeid, maar iemand die vanuit een volledig andere context komt en die gelijkwaardig met ons mag meedenken en meekijken, die gaat heel erg spiegelen en die gaat heel erg sterk reflecteren op een manier die je zelf niet kunt verzinnen en die mensen om je heen ook niet kunnen verzinnen. Dus daar haal je eigenlijk weer nieuwe inzichten bij uit over je dienstverlening. Maar ook denk aan de communicatiecampagne die je misschien voor je opdrachtgever, zou het een gemeente zijn of iemand anders, een designklus, juist een evenementenbureau, mensen die je wilt bereiken, die inclusiever willen zijn, daarvoor moet je juist met die nieuwkomers om tafel gaan zitten. Daarmee moet je juist met mensen gaan zitten die heel erg anders denken, heel erg anders werken dan jezelf. En dat is dus het stapje richting innovatie die we eigenlijk ook willen gaan opzoeken. Een ander punt is dat je gaat onderscheiden met je dienstverlening of met je product als je met nieuwkomers gaat samenwerken. Dit komt omdat we dus, zoals ik zei, als ZZP'er staan we voor iets. Dus ook vanuit een brandingperspectief. Als we zelf voor iets staan, dan stralen we dit ook uit in onze communicatie naar opdrachtgevers of naar collega's en dergelijke. En daardoor maken we het zichtbaar dat onderwerpen zoals sociale duurzaamheid, waar we het vandaag over hebben, voor ons een belangrijk onderwerp zijn. En dat dus ook terug kunnen vinden in de manier waarop we werken en waarop we ook zaken gaan doen. Een ander aspect hiervan is het lange termijn denken. We weten dus dat er steeds meer mensen gaan migreren. We zien het nu al, we hebben het vorig jaar al gezien. Afgelopen jaar in september de grote migratie. Mensen die vanuit Afghanistan zijn gekomen. We zien nog steeds meer een influx van mensen. Dus we weten dat het komt, we weten dat het gebeurt. Maar als we daar niks aan doen, ja, dan zijn we misschien niet zo met het lange termijn bezig. Want migratie heeft in de wereldgeschiedenis altijd een invloed. Op onszelf, op de markt, op het werk wat we doen, op de mensen om ons heen. En daarom moeten we ons daarmee bezighouden. Dus als we tonen dat we al bezig zijn met sociale duurzaamheid, dat we nieuwkomers actief betrekken in onze onderneming, dan zijn we ook echt bezig met die lange termijn. En dat te tonen, dat is denk ik een heel mooie naar iedereen eigenlijk toe. Plus, als allerlaatste, steeds meer organisaties en opdrachtgevers stellen meer eisen. Want er zijn zoveel mensen waarmee je eigenlijk competitie gaat maken. En daarom kunnen opdrachtgevers zeggen van ja, we kiezen alleen voor bedrijven die ook bijvoorbeeld niet alleen bezig zijn met hun eigen interne proces en de eigen dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk verantwoord ondernemen juist. Dus die zeggen van we kijken verder dan ons eigen neus. En dat is het hele punt ook. Je wilt je klanten, je opdrachtgevers, je collega's de redenen geven om met jou samen te gaan werken. Stel, er is een designbureau of stel, er is een organisatie die is op zoek naar een nieuwe campagne. Ja, die gaan misschien 20 offertes opvragen. Geef hen de argumenten om jou te betrekken. Want die zegt, nou, ik ga bijvoorbeeld voor Human Design Agency kiezen omdat zij veel duurzamer bezig zijn. Ze kijken veel breder dan alleen hun eigen veld. En ze hebben ook nog een diverse groep mensen die ze kunnen betrekken en vragen kunnen gaan stellen. Misschien een veel ander product of een dienstverlening kunnen ontwikkelen die helemaal niet lijkt op wat we al kennen. En dat zijn eigenlijk de mooie zakelijke redenen om ook met nieuwkomers samen te gaan geven. En dat helpt. Dat is heel mooi. De mogelijkheden en de manieren waarop jij dat kunt gaan doen is om nieuwkomers als personeel te betrekken. Dat kan als betaald personeel, maar ja, dan ben je geen ZZP'er meer en je bent al sowieso bezig om jezelf boven water te houden. Of je hebt al zoveel klussen, je wilt een beetje tijd voor jezelf creëren. Nou, je hoeft daar niet nog mensen bij te hebben. Helemaal cool. Maar de grootste impact ligt op dat personeelsvlak. Dus hoe je dat het beste kunt aanpakken is nieuwkomers bijvoorbeeld een stage bieden of een proefplek bieden. Dat mensen gewoon die werkervaring in Nederland op kunnen gaan doen. Er zijn een heleboel mensen die hebben werkervaring, maar in een heel erg andere context. En als je dan naar Nederland komt en je laat je diploma zien, maar je hebt helemaal geen werkervaring opgedaan in Nederland, ja, hoe moet je dat dan aanpakken?
de culturele aspecten die erbij horen als je business gaat doen in Nederland. En als je dus een stage kunt lopen, als je dus een proefplek kunt bieden, dan kunnen mensen die ervaring meenemen. Je kunt een mooi certificaat schrijven, een mooie aanbevelingsbrief schrijven. En dat heeft echt enorme invloed. We hadden bijvoorbeeld een newcomer die we voor een tech startup hadden. En die heeft een aantal maanden gewoon de zaaien, een beetje normale standaard stagiairklusjes gedaan. En die heeft nu een voltijdbaan bij PostNL. En hij zei heel duidelijk, dit komt simpelweg omdat ik dus bij jullie gewoon aan de slag kon. Ik heb die werkervaring op kunnen doen. Ik heb dat mee kunnen nemen als referentie. En dat heeft het heel erg geholpen om dus meer bedrijven binnen te gaan komen. Dus die impact die je ook gaat maken, die olievlek die je eigenlijk creëert als je met newcomers gaat samenwerken, is veel groter dan als je alleen zegt, nou, we willen gewoon standaard stagiair van een of andere mbo-school of dergelijke, of een hbo of whatever hebben. Dus daar moeten we ons ook bewust van zijn dat de impact veel groter is als we met newcomers samenwerken. En heel goede om te onthouden. Daarnaast kun je natuurlijk, als je zegt, nou, ik heb eigenlijk in mijn bedrijf niet het plek om nu allemaal stages of dergelijke aan te bieden, ook helemaal goed. Je kunt natuurlijk nog steeds bezig zijn met het onderwerp. Want je kunt bijvoorbeeld als vrijwilliger werken en mensen taalkursus bieden, een taalmaatje zijn, een buddy zijn en dergelijke. En dat is natuurlijk ook een enorme invloed op mensen, want je helpt ze daarmee om beter een weg te vinden in Nederland. Wat newcomers als grootste urgentie ervaren is het opbouwen van een sociale en een professionele netwerk. Iets wat we al een beetje hebben in Nederland. Als we op zoek zijn naar werk of als we op zoek zijn naar een nieuwe kast, dan gaan we gewoon ons netwerk vragen van, hey, heeft iemand iets voor mij? En dan ga je koffie drinken of dan ga je zoomen en dan ga je op deze manier weer ergens binnenkomen. Nou, dat is iets wat newcomers absoluut niet hebben. En als je deel kunt zijn van het netwerk en newcomers dus kunt helpen door dat netwerk verder te gaan groeien, dat is waar de impact ontstaat. En dat is waar we eigenlijk op het puntje van empowerment zitten. We willen dus niet alleen de hele tijd mensen helpen, want dan zijn ze afhankelijk van die hulp, maar we willen ze in hun kracht zetten, zodat ze zelfstandig door kunnen gaan groeien. Dat is waar we naar op zoek zijn. Vergeet daarbij niet om eigen kaders te zetten. Dus voordat je natuurlijk mensen wilt een stageplek bieden of dergelijke, hoeveel tijd heb je daarvoor? Hoeveel tijd kunnen die mensen aan de slag? Hoeveel tijd heb je om met mensen te communiceren en mensen te begeleiden? Nou, dit zijn heel praktische overwegingen waar je gewoon simpelweg moet voorbereiden, zodat je mensen goed en diepgaand kunt betrekken en zodat het ook past bij je eigen grenzen. Die moet je natuurlijk waarborgen. Een tool wat daarbij helpt is om aan de drie pijlers te denken. Die hebben we door de New Faces methodiek een beetje opgebouwd. De drie pijlers zijn newcomers werven, behoud en duurzame doorontwikkeling. Daar ga ik allemaal straks op in. Als je vergeet wat we doen en je hebt geen zin dit hele ding opnieuw te kijken, we hebben een volledig gratis toolkit. Die staat op onze webpagina en die kun je gewoon downloaden. Die werd geschreven door al die ervaring die we hebben opgedaan. En daar staan eigenlijk alle praktische en strategische vragen in terug te vinden. Hij is op zich geschreven voor culturele organisaties en media tot grote. Maar dat betekent niet dat jij hem niet kunt gebruiken om even steun te hebben of even wat, als je snelle vragen hebt van ja, hoe zit het eigenlijk daarmee, kijk daarin gewoon terug en die gaan we gewoon beschikbaar stellen of even nog rondsturen of zo. Daar vinden we vast wel een oplossing voor. Nou, gaan we eigenlijk nu lekker aan de slag. Want we willen nu weten, we weten waar we newcomers kunnen betrekken, we weten waarom we ze te betrekken, we weten wat de urgentie is. Hoe gaan we dat aanpakken? We beginnen bij de werving. Eerste van de drie punten. En daar gaan we ons vooral focussen op de inburgeringsscholen. Want alle newcomers die dus in Nederland mogen blijven, moeten verplicht naar een inburgeringsschool gaan. En dat is het grappige, want bij een inburgeringsschool zitten alle soorten leeftijden, mensen van jong tot oud, mensen die allemaal verschillende opleidingsachtergronden hebben, die zitten allemaal in dezelfde klas Nederlands te leren. En nou ja, een beetje vreemde inburgeringsexamen voor te bereiden. Jullie kunnen de vragen zelf online vinden. Laat me weten of je gaat slagen. Vaak is dat niet zo. Goed, ondanks de symboolpolitiek in Nederland is het wel een heel handige plek om heen te gaan en dus newcomers te leren kennen en ze uit te nodigen en te vertellen over jouw bedrijf, over jouw passie en daardoor dus mensen te betrekken bij je organisatie. Dit kan ook tussen de lockdowns en wat we ook allemaal meemaken, dat kan allemaal tussenin.
Want zoals het City Proms in 2021 deed, zij gingen gewoon tussen de lockdowns naar een inburgeringsschool. Ze hebben mensen verteld over het festival. Ze hebben daarnaast een kennismaking georganiseerd, waarbij ze dus echt een klik hebben gevonden met al die mensen die daarbij waren. En die hebben ze dus heel duurzaam bij hun organisatie kunnen betrekken. Dat ging allemaal in de lockdown, dat ging allemaal in de coronatijd in. Dus op dit moment is het daardoor ook niet meer echt een excuus te zeggen van ja, het is weer een lockdown, weet ik veel. Je kunt het gewoon echt gaan doen. En waarom we met inburgeringsscholen willen gaan werken, waarom we eigenlijk daar naartoe willen gaan, is om te vermijden dat er allemaal tussenpartijen in zitten. Dus ik ben helemaal niet zo enthousiast over die grote stichtingen en NGO's die we in Nederland hebben. Omdat ze heel erg hun eigen agenda hebben. En ergens ook wel een beetje beschermend bezig zijn. En ze willen heel veel controle houden over trajecten. Dat is soms helemaal niet verkeerd, maar soms is het ook belemmerend. Van dan heb je allemaal contact met mensen en dan kost het nog meer tijd en nog meer tijd. De manier om met inburgeringsscholen op deze manier dus mensen te leren kennen en ze te betrekken bij je organisatie, dat is de meest efficiënte manier. Dit is wat we nu over meerdere jaar gezien hebben. Dit werkt gewoon. En ik stuur je nog een link op. Daar kun je gewoon zoeken naar de inburgeringsscholen die in je buurt zijn. Ga gewoon bellen, ga langs, spreek met mensen. Ga met die mensen een koffie gaan drinken. En op deze manier weet je wel of er iemand is die past bij je organisatie. En misschien heb je van tevoren allemaal plannen gemaakt. Van ja, ik heb misschien een fotograaf nodig. Of iemand die een beetje de socials kunt bijhouden. Maar als je dan daadwerkelijk in gesprek bent met iemand, dan zie je dat die persoon natuurlijk ook weer talenten en ambitie heeft. En daardoor kom je misschien weer tot een ander idee. Dus die kracht, die zit vooral in ontmoeting. En dat is heel vaak ook waar ik merk waar het traject gaat switchen. Waar het begint te vloeien. Want van tevoren moet je voorbereiden en je moet dingen verzamelen en met mensen spreken. Maar als je dus iemand hebt ontmoet en die menselijke connectie maakt, dat is echt waar het gaat werken. Gebruik daarvoor een kleine methodiek, die geef ik ook altijd als tip. Gebruik de Ford-methodiek om met mensen te spreken. Ga ze alsjeblieft niet vragen waar ze vandaan komen. Dat is echt mijn minst favoriete vraag die ik nog steeds gesteld krijg. Als eerste of tweede vraag, hey Human, waar kom je eigenlijk vandaan? Het gaat meteen een dikke lijn tussen ons trekken. Daardoor maken we eigenlijk duidelijk dat we heel verschillend zijn. Het is een niet slecht bedoelde vraag. Het komt vanuit nieuwsgierigheid, dat is allemaal oké. Maar ik ervaar hem altijd nog een beetje als een klap. Wat je beter kunt vragen is, Human, wat zijn eigenlijk je hobby's? Of wat doe je graag? Vertel me over je familie of over je dromen. Dat is de Ford-methodiek. Dat is familie, werk, hobby's en dromen. Family, occupation, recreation, dreams. Die gaan we dus gebruiken om de raakvlakken te gaan zoeken. Want we werken met mensen. Dus kunnen we niet de hele tijd denken in A en B, maar we moeten zoeken naar de menselijkheid in de raakvlakken. En dus als ik iemand ga ontmoeten en ik ga vragen, hey, wat is jouw droom? Waar wil je naartoe? Dat is misschien een heel diepe vraag om meteen bij een ontmoeting te vragen. Maar dan ga je de materie in. En dan ga je ook iemand goed leren kennen in een korte tijd. Dus we willen ook niet al te lang bezig zijn. Dit gaat snel. Dit gaat binnen een paar uurtjes, is dit allemaal geregeld en zijn we allemaal klaar. Als je overweegt om vrijwilligerswerk te doen, kan ik heel erg aanraden een initiatief wat in Groningen denk ik gestart is. Het heet Kletsmaatjes. En dat is een online taalmaatjesprogramma wat je dus in je eigen tijd lekker kunt doen. Een paar uurtjes per week en het werkt supergoed. Dus dat kan ik echt aanbevelen. Als je in Leeuwarden woont, kun je misschien langs Sedrana, onze familie in Leeuwarden. Die hebben ook supergoeie programma's. Dus dat zijn heel goede lokale initiatieven die je voor vrijwilligerswerk of dergelijke kunt gebruiken. Denk ook aan skill shared volunteering. Dus dat je je vaardigheden gaat delen om organisaties te steunen. Als je zelf niet een fan bent van taallessen en dergelijke, dat hoeft ook niet. Je kunt ook gewoon in je eigen kracht zitten en daardoor organisaties helpen te groeien en ze beter te maken. De tweede van onze checklist is de behoud. Dus als we nieuwkomers binnen hebben in organisatie, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij gaan presteren? Het essentiële punt daarbij is om ze gelijkwaardig te betrekken. Veel mensen gaan denken van, nieuwkomers zijn zo anders dan wij. Of mensen die uit een ander continent komen, die hebben toch totaal verschillende ideeën over wat cultuur is. Ja, dat is natuurlijk een heel vreemde manier om over na te denken. En die aannames ga je ook allemaal kwijtraken zodra je met nieuwkomers in gesprek bent en daadwerkelijk een persoon voor je hebt staan. Een uniek individu voor je hebt staan. Maar daarom moeten we nog steeds aan denken dat we voor nieuwkomers niet al te veel anders willen gaan doen. We moeten natuurlijk equitable zijn, dus wat ik zei, gelijkwaardige behandeling.
als mensen iets missen, dan moeten we ze kunnen steunen om dat hogere doel te kunnen gaan bereiken. Maar het betekent niet dat we allemaal nu wat onze eigen waarden zijn en de zakelijke en de gebruikelijke manier van zaken doen, dat we die allemaal moeten weggooien. We moeten het gewoon houden bij wat we het doen en hoe we het doen. Dus dat is een belangrijke. In Nederland is het ook vaak zo dat we vanuit een zakelijke relatie een beetje naar een persoonlijke relatie gaan komen. Bij newcomers is het juist andersom. En mensen die niet uit West-Europa komen, die zitten vooral op dat persoonlijke vlak. En zo kom je tot zaken doen eigenlijk. En daarom moeten we ook heel erg nadruk leggen op die persoonlijke relatie met mensen. Dus als we langsgaan bij een inburgeringsschool, we hebben een aantal mensen die zeggen, ja, ik vind het tof om bij jou een stage te gaan lopen. Dat sluit aan bij mijn motivatie of whatever. Dan ga je met die mensen een koffie drinken. Je gebruikt de Ford-methodiek om met die mensen raakvlakken te gaan zoeken. Er is ergens wel een klik met die mensen. Of met één van hun of whatever. Dan ga er juist open spreken over wie jij bent. En niet alleen wie je bedrijf is, maar wat jouw hobby's zijn, wat jouw dromen zijn. En wees daar gelijkwaardig in. Daardoor ontstaat een mooie relatie. En dan kun je ook heel goed de verwachtingen managen die er zijn tussen elkaar in. Want je hebt natuurlijk ook een bepaalde verwachting. Ja, je gaat heel veel voorbereiden, je gaat naar die scholen enzovoort. Dus je moet ook ervoor zorgen dat het allemaal gaat waarkomen. Maar dat moet je dus goed voorbereiden en ook goed kunnen gaan communiceren. Maar dat gaat pas als je een goede relatie hebt. We zijn bijna aan het eind, dus we gaan naar stap 3 van de checklist. Dat is duurzame doorontwikkeling. En met duurzame doorontwikkeling bedoelen we dat we na een tijd, stel we hebben newcomer stage laten lopen bij onze organisatie, dat we het mogelijk maken voor die persoon om verder te gaan groeien naar de afloop. Dat komt vooral, dat werd zichtbaar door het vrijwilligerswerk wat we vooral deden in het verleden. Dus als newcomers op een festival gaan meedrijven voor een aantal dagen, dat ze daar niet zoveel uithalen, ze komen elk jaar terug, dan merken we dat mensen ook denken van ja, die mensen zien mij niet. En ik ben gewoon maar eigenlijk onbetaald werk aan het doen. Want vrijwilligerswerk is een concept wat vooral in West-Europa bestaat, maar niet ergens anders op de wereld. Dus daar moeten we ons ook van bewust zijn. Dat we mensen kunnen ondersteunen door het netwerk te delen om mensen te laten doorgroeien. En dat is ook weer eigenlijk een heel mooie mogelijkheid, een heel mooie kans voor onszelf als ZZP'er om zichtbaarheid te creëren over dit onderwerp. Dus als ik een mail stuur naar mijn opdrachtgever, naar mijn collega's en zeg, hey, ik heb een half jaar lang met Hoeman samengewerkt, hij heeft het supergoed gedaan als design assistant of whatever, en hij is nu op zoek naar een part-time klusje of whatever, dan laat je daarmee zien dat dit een belangrijk onderwerp voor jezelf is. En dat je bezig bent met sociale duurzaamheid, dat je bezig bent met diversiteit, equity en inclusie. En dat je daardoor ook bewustzijn gaat creëren bij andere mensen. Want dat is een heel erg belangrijke, dat we steeds bezig blijven met het creëren van bewustzijn bij mensen toe. En daardoor steeds meer impact blijven leveren. Dus dat is ook een beetje het makkelijke. Als je hiermee aan de slag gaat, dit kost gemiddeld het hele traject wat ik net heb beschreven, kost je misschien 3-4 uur om in gesprek te gaan, om nieuwkomer te vinden en aan de slag te gaan. Dus op zich valt het heel erg mee, is het heel erg te doen. En de impact die je maakt is veel groter dan de mens waarmee je samenwerkt. Want die goede intenties die je daardoor hebt, de goede impact die je daardoor zichtbaar maakt, gaat andere mensen ook weer beïnvloeden. En daardoor ga je ook weer andere mensen tot groei brengen, dan word je ook misschien weer een beetje een expert in het onderwerp, waardoor mensen om je heen je ook nog gaan vragen, hey, hoe heb je dat aangepakt? Ik wil er ook graag mee aan de slag. Dus dan opeens bied je jezelf ook meer ruimte voor ontwikkeling binnen je bedrijf en binnen de dienstverlening en de producten die je misschien hebt. Wat we dus vandaag in het geheel een beetje hebben geleerd is waarom we met newcomers willen samenwerken, omdat het ons voordelen biedt voor innovatie en voor een goede positionering in de markt, voor sociale duurzaamheid, onze eigen profilering en branding. Om door bij inburgeringsscholen langs te gaan, heel makkelijk mensen te gaan ontmoeten en niet te veel met tussenpartijtjes te gaan werken. Door die ontmoeting juist iemand te vinden waarmee we een beetje een klik hebben, zodat we ze gelijkwaardig in onze organisatie kunnen betrekken en na afloop kunnen helpen om te gaan groeien en daardoor nog meer zichtbaarheid te kunnen gaan creëren. Voor ik ga afsluiten, denk ik dat er veel mensen zijn die toch een beetje cynisch worden. En dat snap ik. Ik denk dat elke ochtend als je wakker wordt, dat je misschien een beetje in een strijd bent. Met geloof ik dat het goed gaat in de wereld en geloof ik in het goede van de mens? Of op de andere kant zie ik dat de wereld kapot gaat en is alles wat goed is een beetje ver te gaan zoeken. Als je elke dag die strijd aangaat,
is het ook lastig om die strijd blijven aan te gaan. En daardoor denk ik dat we soms gewoon echt een heel duidelijke outlet nodig hebben. Dus een project zoals dit, waarmee je nieuwkomers gelijkwaardig gaat betrekken. Dat is een heel concrete manier om dus controle te winnen over die dagelijkse toets die we eigenlijk een beetje ervaren. Want jij doet het vanuit je eigen persoonlijkheid, vanuit je eigen persoonlijke motivatie, omdat je dit persoonlijk waardeert. En dat is terug te vinden dan in je dienstverlening, in je product, in de communicatie met al de mensen om je heen. En dat gaat er weer voor zorgen dat je elke dag waarmee je dan opstaat een duidelijke antwoord geeft op die vraag. Geloof ik in het goede van een mens of niet? En als het niet lukt, stuur me gewoon een mailtje of een belletje en dan gaan we het over hebben. Dankjewel.